Zometeen de brandenreeks in Amsterdam. Maar eerst nog een heel extreem verhaal. U weet wat carjacking is. Dat iemand je onder bedreiging dwingt om je auto af te geven. In Rotterdam deed een man op klaarlichte dag op een drukplein een poging tot scooterjacking. En toen zijn slachtoffer die scooter helemaal niet wilde afstaan en hulp inriep, pakte de dader zijn wapen en schoot. Aan de Koningshaven in de wijk Feyenoord ligt het Stieltjesplein. Agenten hebben de omgeving woensdagavond 19 augustus afgezet nadat een scooterdiefstal volkomen uit de hand is gelopen. Er wordt een kogelhuls gevonden, terwijl ondertussen bewakingsbeelden worden opgevraagd. Daar is op te zien hoe eerder om 7:10 die avond een 21-jarige man op zijn Gilera motorscooter rechtsboven in beeld komt aanrijden. Omdat hij zijn telefoon voelt overgaan, stopt hij even. Op dat moment stopt er een grijze Renault Laguna naast hem. Het is niet goed te zien door de auto's ervoor, maar er stapt een man uit die roept dat hij van zijn scooter af moet. Terwijl hij daar tegelijkertijd een beweging bij maakt of hij een wapen gaat pakken. Hiervan schrikt de eigenaar van de scooter zo erg dat hij de Gilera laat vallen en direct naar een café op het plein rent om hulp te halen. De scooterjacking is mislukt. De grijze Laguna probeert zo snel mogelijk weg te komen en de man die de scooter opeiste zet een sprint in om nog mee te kunnen vluchten. De eigenaar van de scooter die hulp heeft gekregen gooit nog zijn helm in een ultieme poging hem te stoppen. Ja, wat er daarna gebeurde, dat valt eigenlijk net buiten het beeld. Maar die dader bleek inderdaad een vuurwapen te hebben. Net voordat hij die Renault Laguna insprong, schoot hij daarmee op de scooter-eigenaar. Die is gelukkig niet geraakt. Maar je ziet het hier nog een keertje op die bewakingsbeeld. Het was daar ontzettend druk. Echt een bizarre reactie om daar te gaan schieten. En dus wil de politie in Rotterdam met spoed weten wie er achter deze mislukte scooterjacking zit. Naast de bewakingsbeelden op het Stieltjesplein staat de dader ook op nog een aantal andere bewakingsfoto's. De man is donker getint, rond de 20. Hij had een opvallend platte neus en heeft heel kort haar. En droeg een zwarte jas of bodywarmer met een zwarte heuptas. Daarnaast kreeg hij dus hulp van in ieder geval één iemand in een grijze Renault Laguna. Vermoedt u wie dit geweest kan zijn, maak in ieder geval Rotterdam dan een stukje veiliger en geef een tip door. Het mag ook anoniem.